VTM-journaliste Julie Kolpaert is ondertussen aangekomen in Manchester. Julie, goedemiddag. Goedemiddag. Waar sta jij in Manchester? Wel, ik sta in de buurt van de Manchester Arena, waar het dus is gebeurd. Maar die arena die is helemaal ingesloten. Dus er is ook een immense perimeter afgebakend. Dus eigenlijk kan ik helemaal het gebouw zelf niet zien. Er is een supergrote veiligheidszone die bewaakt wordt door politiemensen. En waar lintens hangen. Dus je kan er absoluut niet door. En dat is echt een heel grote veiligheidszone. Hoe is de sfeer daar? Wat voel je daar? Is dat nog altijd paniek? Of is wel, dat boosheid? Nee, of absoluut niet. Toen we hier aankwamen was dat heel opmerkelijk. Een soort van onwezenlijke, gespannen rust die er hing. Dus helemaal geen sprake meer van paniek of van politiewagens die af en aan rijden. Totaal niet. Wel nog een helikopter in de lucht. Maar voor de rest, ja, heel rustig, afgesloten straten en op iedere hoek politieagenten. Dus een heel bevreemdende sfeer. En dan zijn we eens gaan rondwandelen in de buurt. En zijn we dan ook bij een aantal hotels gekomen waar mensen vannacht zijn opgevangen. Ja. Weet je al iets? Je bent natuurlijk maar net aangekomen, hè, maar weet je al iets over de slachtoffers? Zal waarschijnlijk voornamelijk om zeer jonge mensen gaan? Ja, klopt. Dat concert natuurlijk, daar waren vooral tieners. Hè. Ja. Ook heel jonge tieners. Ik heb gesproken met een meisje van 11 jaar die naar het concert was gegaan samen met haar mama. En ja, dat meisje is gewoon helemaal onder de voet van wat er is gebeurd, ja, natuurlijk. Hè. Ja. En ja, ook meisjes van 15, 16 jaar, maak zoiets mee. Hè. Ja. Ja, voor die Ariana Grande eigenlijk ook. Hè. Zelf ook nog jong. Schijnt helemaal in shock te zijn, hè? Ja, blijkbaar. Hè. Dat heeft ze meteen laten weten op sociale media. En meteen ook die hele concertreeks afgeblazen. Dat wil zeggen dat ze het echt niet aan kan om terug op het podium te gaan staan nu meteen. Hè. Wat ook begrijpelijk is, denk ik. Dus het is een ongelooflijke shock geweest voor iedereen, ook voor haar. Mm-hmm. Nu, de dader is gedood, dat heb ik toch juist, hè? Die is omgekomen. Hè? Ja, de politie heeft inderdaad op een persconferentie bevestigd dat het dus om terreur gaat en dat die dader is omgekomen. Hij zou een soort van geïmproviseerde bom of explosief bij zich gehad hebben en dus al die schade daarmee hebben aangericht. Maar voor meer details is het nog even afwachten. Dat onderzoek is nu volop aan de gang. Dat is ook de reden waarom die grote perimeter is ingesteld. Mm-hmm. In dat gebouw is natuurlijk, zijn de mensen van het gerechtelijk lab volop bezig met dat onderzoek. Ja, nu Manchester is echt, dat is een rock'n'roll stad. Hè? Dat is een stad van muziek. Klopt. Dat is een stad van optredens, van muziek zien. Dat lijkt wel alsof dat in zijn hart getroffen is, hè? Ja, absoluut. Dit is een van de grootste concerthallen van Europa. Meer dan 10.000 mensen die, bijna 20.000 mensen die hier concerten kunnen zien. En ja, om dan zo doelgericht dit te kiezen als doelwit, dat is verschrikkelijk. Dat zeggen de mensen ook die met wie ik praat. Het is zo laf ook. En meisjes of tieners die naar een concert gaan, zo raken. Hè? Ja. Jij blijft een paar dagen, Julie, daar? Ja, vermoedelijk wel. Wij zijn vannacht vertrokken en hier in de voormiddag aangekomen. En ik vermoed dat we inderdaad wel even zullen blijven. Julie, heel hartelijk bedankt om even in deze hele drukke tijden, want we gaan jou vanmiddag natuurlijk ook op het VTM-nieuws te zien, om even hier op Joe te zijn. Dankjewel, Julie. Graag gedaan. Joe, all the way.